Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Lieve Truijman, 37 jaar, mama van 3 kindjes, geboren en getogen in het Waasland. In 2006 ben ik aangemeerd aan de prachtige parel aan de Schelde, namelijk in Temse. Ondertussen ben ik voor de tweede maal schepene en deze legislatuur ben ik de eerste schepene die bevoegd is voor mobiliteit, openbare werken, nutsvoorzieningen, cultuur en erfgoed. Voor deze verkiezingen vindt u mij terug op de lijst van N-VA Oost-Vlaanderen als tweede opvolger. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, sowieso is politiek iets dat mij al heel lang interesseert. Als tiener, was dat iets dat mij zeker en vast al boeide. Dus wanneer we met vriendinnen aan het praten waren, dan vond ik het een voorrecht dat wij in ons land mochten, zelfs moesten gaan stemmen. Dat wij eigenlijk onze stem konden gebruiken, ook als een plicht om iets in verandering te kunnen brengen. Dus die begeestering, die bezieling, die was er al sinds als tiener. Nu ook thuis. Bij de familie werd er aan de keukentafel vaak over politiek gepraat, ook in de middelbare scholen. Je kent dat wel, lessen Engels, Frans, dat je daar moest converseren over de verkiezingen die dat er waren, ook in de wereld bezig waren. Dus dat boeide mij. Ik had daar toen ook wel een uitgesproken mening in. Ach, en dan nog een anekdote van toen ik nog in het zesde leerjaar zat. Dus ik ben van Zwijndrecht van oorsprong. En in de jaren 90 werd daar de tram van Linkeroever doorgetrokken tot in Melkselen. En ja, als vier tienermeisjes hebben wij ons daartegen verzet, tegen het doortrekken van die tram. Niet omdat we tegen die tram waren op zich of tegen het openbaar vervoer, maar omdat die tram dwars door het park reed. En daar waren we tegen. Nu, finaal, ligt die tram daar ondertussen al meer dan 20 jaar. Maar ligt hij wel langs het park en niet door het park. Dus heeft dat er iets mee te maken? Ik denk het niet dat we toen zoveel te zeggen hadden als 12-jarige. Maar het was de eerste keer om toch je stem te laten horen en om te laten zien van als er... dat je op een constructieve manier wel mee naar oplossingen kan zoeken. Nu, waarom stap ik ook in die politieke strijd? Dus ik ben ondertussen aan mijn tweede legislatuur bezig als schepene in de gemeente Temse. En je stelt toch wel vast dat heel veel lokale materie gelinkt is aan Vlaamse bevoegdheden. En vandaar dat ik het van groot belang vind dat die lokale stem actief aanwezig is in het Vlaams parlement. En als ik dan binnen mijn eigen bevoegdheden bekijk, dan stel je vast dat mobiliteit een item is waar iedereen mee te maken heeft, waar iedereen zijn verantwoordelijkheid bij heeft, aan bijdraagt ook aan die mobiliteit. De werken die op ons afgekomen met de Oosterweel, die werken die broodnodig zijn voor een vlottere mobiliteit, voor een veiligere mobiliteit. Maar tegelijkertijd gaan die werken ook een impact hebben in Vlaanderen en meer bepaald ook wel in het Waasland. En vandaar dat ik het van belang vind dat je op Vlaams niveau snel kan schakelen om flankerende maatregelen aan te bieden. Welke quote heeft u gekozen? Als je kiest voor het gekende, dan weet je waar dat er komt. Als je kiest voor het onbekende, dan ontdek je een nieuwe wereld. Dus... wat ik daarmee wil zeggen, van als we gewoon op automatische piloot gaan en we kiezen voor het gekende, dan verandert er niks. Wanneer je je blik wilt verruimen en je durft te springen, dan kan je zaken in beweging zetten, kan je de dingen doen veranderen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, sowieso mijn eerste politieke voorbeeld, dat is minister-president Geert Bourgeois. Dus hij is in feite een man die een enorme grote dossierkennis heeft, maar tegelijkertijd is hij ook iemand die heel rationeel is, geen tafelspringer is. Iemand die niet luchtkastelen belooft of de hemel op aarde belooft. Hij zal zeggen wat erop staat, wat haalbaar is, wat kan. En ik vind ook daarvoor heb je durf voor nodig om puur op het realistische u te behouden, wat dat er kan, wat dat er niet kan. En de bevolking apprecieert dat ook, dat de mensen weten wat dat je aan iemand hebt. En verder is hij ook de man die eigenlijk de Vlaamse zaak levendig gehouden heeft in de heel moeilijke periode. En kunnen we hem ook zien als de politieke vader van N-VA. Een andere belangrijke persoon waar ik toch wel naar opkijk, dat is onze partijvoorzitter, Bart de Wever. Bart de Wever beschikt over enorm veel tactiek, enorm veel strategie. Hij heeft de gave van het woord en in mijn ogen is hij toch wel een van de grootste politiekers van deze eeuw. Als we ietsje meer...
lokaal bekijken. En als we ook een keer over de partijgrenzen heen kijken, dan kijk ik ook wel naar Mietsmet. Zij is ook een dame uit het Waasland. En ik heb haar voor het eerst gezien toen ik 14 jaar was. Dus zij was de gast op onze middelbare school destijds. Het was een aangename kennismaking. En je kan toch wel zeggen dat zij iemand is die dat de deuren voor de dames in het Vlaams parlement of hier zelfs in Brussel heeft opengezet. En heel lokaal, dan kijken we niet meer naar de Vlaamse of de federale politici, maar naar onze lokale politici. Dan is de burgemeester van Sint-Niklaas ook wel een voorbeeld voor mij, dat is Lievende Handschutter. Hij is iemand die de gave van de verzoening heeft en er ook voor zorgt dat over de partijgrenzen heen iedereen wel in het zonlicht komt te staan. Wat bedoel ik daarmee? Als je in een lokaal bestuur, en dat is ook op Vlaams niveau zo, maar als je, moet je een politiek huwelijk aangaan. De absolute meerderheid van één partij bestaat er niet meer. Maar je moet ervoor zorgen dat iedereen binnen uw college, dat je die in het zonlicht kunt zetten en dat je compromissen kan sluiten, waardoor dat je in feite samen als één groep naar buiten kunt komen. Wanneer dat er dat wederzijds respect is over de partijgrenzen heen, kan je ook een daadkrachtig beleid uitvoeren en geeft dat ook de nodige vertrouwen aan de bevolking. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, mijn politieke interesses die liggen eigenlijk ook wel een beetje gekoppeld aan mijn bevoegdheden die ik lokaal uitvoer. Dus ik ben eerst eens even bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, nutsvoorzieningen, cultuur en erfgoed. Dus sowieso mobiliteit, heb ik daarnet ook al gezegd, is een hele belangrijke. Daaraan gekoppeld die ruimtelijke ordeningen, dat krachtig ruimtelijk beleid uitwerken. Gekoppeld met openbare werken, leefmilieu en natuur, die gaan hand in hand met elkaar. Dus het is van belang dat daar een evenwichtig en realistisch beleid uitgevoerd wordt. Dus die materie die boeit mij enorm. Daarnaast ben ik van opleiding leerkracht geschiedenis. Dus vandaar die reflex naar erfgoed en cultuur. Erfgoed vertelt wie dat we zijn, waar we vandaan komen, wat onze identiteit is. Dus ik vind het van belang om daar een gezonde reflex voor te hebben. En cultuur. Cultuur brengt mensen samen, zorgt ervoor dat er een gemeenschap ontstaat. Cultuur is ook een vorm van beleving. En in mijn ogen is het ook een vorm van geestelijke fitness, waarbij dat je eens eventjes kan ontspannen, je geest kan verruimen. Dus ik vind het ik vind cultuur ook wel een boeiende materie om op te volgen. Wat ik vind dat nog meer in het daglicht mag komen te staan, dat is in feite onze rouwcultuur, die dat er in feite bij ons niet meer of toch zeer weinig aanwezig is. Wat bedoel ik daarmee? Dat iets is dat je op een heel serene manier terug bespreekbaar moet kunnen maken. Er zijn verschillende manieren van rouwen. Dat kan zijn een onvolkomen kinderwens, maar dat kan ook zijn een familielid, een kind, een vader, een moeder die overleden is, of naaste familie of vrienden die dat je moet afgeven. Dus waarom mag zoiets niet opnieuw terug bespreekbaar gemaakt worden? Wij Vlamingen hebben de neiging om dat binnen kamers te houden en om dat in ons eentje te verwerken of met een heel klein beperkt kringetje. Dus ik vind dat die rouwcultuur dat eigenlijk breder opnieuw mag beleefd worden. Je kan het op een hele serene, liefdevolle manier beleven ook. We hebben een cultuur, moet ik het zeggen, van wanneer er een kind wordt geboren, dan mag heel de wereld dat weten. Maar wanneer we iemand moeten afgeven, dan is dat precies iets dat we snel voor onszelf houden. Maar dat wil niet zeggen dat door de jaren heen er niet nog altijd is. Wat kan er anders en beter in de politiek? Anders en beter vind ik de communicatie. We hebben een Twitter-politiek gecreëerd, en waardoor dat we in feite onze eigen chaos creëren. Dus Twitter, je hebt daar 200 karakters, 280 karakters ongeveer. In zoveel karakters kan je absoluut de essentie van een politiek dossier niet in kwijt geraken. Dus ik heb zoiets van, bespreek eerst inhoudelijk de zaken. Wanneer er een consensus bereikt is, communiceer dan. Maar om tussendoor al flarden de wereld in te sturen, dat creëert alleen maar meer problemen, waardoor dat je de oorspronkelijke zaak nog verder moet gaan bediscussiëren. Dus probeer je effectief op die essentie van die dossiers te houden. En zorg dat je daar eerst een doorbraak door hebt, vooraleer dat je tussentijds begint te tweeten.
Want dat is absoluut not done, vind ik zelf. Dus ja, wat is ook het nadeel van heel die Twitter-problematiek? De media neemt dat op. Doordat de informatie onvolledig is, krijg je ook een foute perceptie in de media. En finaal krijgt ook de bevolking een digoe van politiek. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, het is in feite iets heel persoonlijks. Het heeft niet zozeer iets met politiek te maken. Het is een kaars. Als ik op mijn gemak ben, 's avonds thuis, wanneer we zoiets een rustige avond hebben, dan steek ik graag kaarsen aan, gewoon voor de gezelligheid. Maar een kaars is ook een manier om tot op rust te komen, om eventjes op adem te komen. Dus en als ik een kaars aansteek, dan is het ook in feite voor mij een reflectie naar de dochter die dat we 7 jaar geleden verloren zijn. Als we kaartjes aansteken, dan is het in feite een manier dat ze in ons hart blijft verder stralen. Voilà. Dus dat ze in ons bij ons verder mag en kan leven. En dan zitten we opnieuw ook weer bij die rouwcultuur dat we bespreekbaar willen en moeten maken, vind ik. Dus het is voor de gezelligheid, voor sfeer, voor rust en om terug te denken aan mooie momenten.